Ja, 200 uur. 200 uur taakstrafje, dat is het dan. Ja, vrienden. Kijk, over de Glennis, vrienden, daar ga ik niks meer over zeggen. Daar heb ik al zo vaak iets over gezegd. Dat weten jullie wel hoe ik daarover denk. Maar nou even zo, die rechtbank. Hè? Hoe dat dan gaat. En ook de officier van justitie. Ik bedoel, dat hele verhaal rond die Glennis. Als je nou zo iemand alleen maar 200 uur taakstraf geeft. Wat voor een signaal geef je dan af? Ja, aan de maatschappij. Ja, want kijk, de maatschappij is al een beetje verziekt. Want hoe gaat dat dan? Als kinderen een beetje stevig worden toegesproken of er gebeurt even wat op school, dan komen gelijk die ouders naar die school toe en die gaan me daar tekeer en die beginnen te schreeuwen omdat het hun dan niet zint, weet je wel. En agressie, en daarom is er ook een soort van lerarentekort. Omdat dat is het dan. Dat zit ineens in de Nederlandse maatschappij. Zit dat gewoon een soort van, oh, het bevalt me niet. Dan ga ik dan maar gelijk. Ja. En dat hebben we nu ook weer gezien bij de Glennis. Want het beviel haar niet. Mevrouw was een beetje upset. En mevrouw gaat op hoge poten met een soort klein leger daar de Jumbo in. En gaan daar maar knokken. En dat signaal, dat geef je nu af. Want kan toch wel een minimaal een maandje cel vanaf voor dit? Dat lijkt mij. Dat geef je in ieder geval eventjes aan iedereen in Nederland. Je kan niet zomaar, als het je niet bevalt, met een zootje mensen naar een supermarkt gaan en de boel in elkaar slaan. Want dat wordt nu dus officieel een beetje, want zij moet daar natuurlijk om lachen. 200 uur en die anderen ook. 200 uur taakstrafje, dat doe je gewoon. Vingers in je neus. Ik weet wel dat er experts zijn die zeggen van, nou, dat is een behoorlijke straf. Ben je gek? Ben je gek? Dat is toch geen straf? Nee. Nee, ik hou nu al mijn hart vast. Ja, voor die hele Mallorca-zaak. Ja, want dat zit er dus volgende week, geloof ik, aan te komen. Die uitspraken over 9 dagen. En dan krijgen we dan ook zo'n halfzachte straf voor die gasten. Nee toch, dat is toch niet te hopen? Nee, vrienden, dit soort dingen, dat moet echt steviger worden aangepakt.